Ondernemers moeten leren hun verantwoordelijkheid te dragen, vooral als het de bevolking ten nadele komt. Dit zegt districtscommissaris van Komowijnen, Mohamed Safiq Rayab, aan onze redactie over de sluis in het plantage Liniendaal. Het gaat in dit geval om een privésluis die de eigenaar van NV Ploeg, Leo Koenraad, toebehoort. Volgens Rayab is ondanks gerapporteerde klachten aan Koenraad niet voorkomen dat de nabije omgeving onder water liep. Een van de gevolgen was dat het overtollig water bij de rijbaan overstroomde en onder andere het verkeer werd gestremd. Dat hij die sluis moest aanpassen. En omdat er reeds water sijpelde naar buiten, waarbij dan een sluisdeur dat van metaal is gemaakt en de zijkant middels een glijder, dat is door hout, die moest vervangen worden. En hij vroeg me juist van dat ik een tweedehands stroompaal moet voor gaan zoeken. Het kan toch niet dat de DC een beroep doet op een eigenaar die eigendom, een sluis en een plantage heeft, twee hout te gaan zoeken van de IBS, terwijl hij dat zelf het vermogen heeft om zelf aan te schaffen. Want ik als DC heb soortgelijke sluisdeuren vervangen in het district, elders anders, waarbij onder het beheer was van RWS. En dat is gewoon die 4 bij 6 duim. Als je naast de zijkanten dat hout zou verwisselen, dan zou dit calamiteit niet meer zijn. Maar ja, hij heeft het nagelaten. En kijk wat is gebeurd nu. De districtscommissaris vindt het belangrijk dat het commissariaat beschikt over een controleteam dat dergelijke situaties beter kan monitoren. De staat doet al wat hij kan. Bij de particulieren moeten zij zelf inkomen, aldus Rajab. Ik heb wel mijn BO's op pad gestuurd om eigenlijk, en ook de technische dienst. Ik heb een CTD in het district van ROS die dan opnames opmaakt. Een recent probleem wat we nu hebben bijvoorbeeld op Larwijk, daar is er ook zo'n gelijke geval waarbij die sluis anytime ook kan begeven. Ik heb het reeds gerapporteerd naar minister van LVV en de OD van Komowijnen. Die heeft reeds gerapporteerd naar de minister en hij heeft opdracht gehad om dat ding te bespoedigen. Dus ik hoop dat dat ook snel wordt aangepakt. Wij zien eigenlijk de overheid al. Wij maken deel. Onze belastinggelden gaan daaraan. Ook van de boothouders. Maar ik bedoel van, in plaats van dat we straks bijvoorbeeld duizenden moeten uitgeven, dan kan je toch die 100 of 200 bijvoorbeeld bij elkaar brengen om die spijkers of een stukje hout kopen en gewoon dan dicht spijkeren. Maar ja, iedereen denkt van de staat, de staat, de staat. Wie naar Lanti? Wie Allah naar Lanti? Onze redactie was ter plekke en constateerde dat het overtollig water reeds is weggetrokken. De districtscommissaris zegt dat vanwege het steeds veranderde watergetij verdere aanpassingen aan de sluis gebracht zullen moeten worden.